eten. Zo van het laatste. En dat zit ammonia in. En die waarde gaat via de emulsievorm over in de plantenbak. In de plantenbak zit een bacterium, die ammonia omzet in nitraat. Via nitraat. Nitraat is weer voeding voor de planten. De planten nemen de voeding op. Dus nemen eigenlijk nitraat uit het water, dus het water wordt schoon. En dan wordt dat dan weer een sifoon richting de sum. En van de sum heb je een komt het water terugkomt naar boven. Dus je hebt een circulerende systeem. Door het hele overland. Dus je hebt dan alle tijden voeding in het water. Dus de planten hebben er alle tijden voeding. En het water is er alle tijden schoon voor de vissen. Ja. Daarom groeien de planten ook heel goed in het systeem. En als je dit systeem niet hebt, wat dus waar wordt het? Als je zo'n systeem niet zou hebben met de planten, dan moet je elke keer, misschien elke week moet je het water schonen. En dan? Want dan hoopt de ammonia af, of hoopt de nitraat af, als je al veel meer hebt. Maar uiteindelijk moet je toch het water schonen. Ja, ze gaan er dood aan, hè? Verschoon je het water niet. Ja. Dus het water wordt schoongemaakt door de planten. Ja. En het verbruik van water door de plant is dan ook heel effectief. Want alleen wordt verdampt door... 2% heb ik begrepen van... Alleen wordt verdampt, ja, dat hoorde ik ook. Ik dacht, wauw, dat is heel goed. Dit is het punt. Dan moet je dit hier ook zien, hè? En hier heb je kleinere... Ja, dat is een heel goede guppen. Als het begint en je hebt nog geen circulatie, eenmaal dat je circulatie hebt, muggengudden, dan heb je geen last van muggen. Maar voordat dat gebeurt, of als je elke keer misschien een stilstand water hebt, dan... Dan trekken ze eigenlijk hier naartoe. En zij eten de muggenlarven op haar. Ja. Dat is een van die dingen, dat moet je gewoon weten. Ja. Kijk, moet je kijken. Chinese taaien. Ja.